Dag mevrouw, premier Rutte zat hier zojuist op het terras. Hij heeft vanochtend sorry gezegd voor de verbroken verkiezingsbelofte van de vorige keer. Gelooft u hem? Ja. Ja, u gelooft dat hij geen nieuwe beloftes zal doen en die zal verbreken? Nou, ik denk dat hij er best wel eens eentje zou kunnen verbreken, maar ik denk dat hij dat niet bewust doet om ons te pesten. Ik vind het altijd lastig. Ik vind politiek altijd een beetje dat ik denk, ja, ze zeggen zoveel en later doen ze het niet. Ja, hij zegt sorry. Ik denk dat dat wel al een teken is dat hij weet dat die dingen niet is nagekomen in ieder geval. Of ik hem geloof, ja. Ik geloof altijd wel in de goedheid van de mens. Dus als hij zegt dat hij sorry heeft gezegd en dat hij ook vindt, ja, dat hij het jammer vindt dat hij dat niet is nagekomen, dan wil ik hem wel graag geloven daarin, ja. In elke relatie doe je beloftes. En die probeer je ook te houden. En ik baal er ongelooflijk van dat het mij niet gelukt is om bijvoorbeeld die 1000 euro, maar het gaat ook over hypotheekrente aftrek, de Grieken. Maar laat ik die 1000 euro pakken even als voorbeeld om die ook te leveren. En het punt was, ik stond voor een ingewikkelde afweging, wat zou ik die koet, ongeacht hoe de zaken er verder voor stonden, gedaan hebben. Terwijl de economie weer anders lag, compromissen moesten worden gesloten, had ik risico's met Nederland genomen. Dus ik heb het niet gedaan. Maar daar baal ik van dat ik het niet kon leveren, dat ik het niet kon houden, die belofte. En het tweede is dat ik Nederland ook niet heb meegenomen in die afweging. Dat is het tweede wat ik mezelf verwijt. En mijn conclusie is, ik zal doorgaan met dingen beloven over wat ik met Nederland wil. Sterker uit de crisis, komende tijd, de volgende stap zetten, dat we het allemaal gaan voelen dat het beter gaat. Maar het beloven van een hoe, heel precies te zeggen, dat betekent 1000 euro, dat betekent heel precies dit of dat. Dan zal ik er altijd bij zeggen, maar dat hangt er ook vanaf hoe sterk de VVD is. Er zullen compromissen moeten worden gesloten misschien, economische ontwikkeling.